It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En welkom bij de tweede Star Wars Battlefront video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag spelen we een potje Blast. En Blast is natuurlijk gewoon TDM voor de mensen die dat niet weten. En ik weet niet op welke map ik speel. Ik weet niet of ik dat ook ergens kan zien. Volgens mij niet. Maar wat ik wel weet is dat ik rank 9 ben. En ik speel vandaag met de E-11 Assault Rifle. Of Laser Weapon. I don't know hoe je het zegt precies. Ik heb wel een granaat aangezet natuurlijk. Want zodra jij een granaat gebruikt in het spel. Oh, ze staan erboven. Zodra jij een granaat in het spel gebruikt, krijg je hem na een aantal seconden alweer terug. Maar we hebben al één kill binnen natuurlijk. En dat spel best chill natuurlijk. Want je krijgt dan, zoals ik al zei, na een aantal seconden of een minuut of zo krijg je je granaat terug. En ja, dat is best wel lekker. Want nu, zoals je ziet, heb ik hem nu alweer terug. We zitten nu gewoon hier zo achter de enemies. Dan gaan we zo even proberen te pakken. Let's go. Zit hier links om. Je ziet gewoon op mijn minimum natuurlijk links onderin. Wordt steeds alle enemies aangegeven natuurlijk. Gooi even mijn nade daarheen. Oh, hun hebben al jetpacks. Ik moet weg hier. Is hij dood? Let's go. Ik sla hem gewoon neer. Hoppakee. Lekker, ik heb vier keer mijn neus. We staan op dit moment dus al 4-0. Zit ze hier weer links van me. Oh, ik kan hier niet omhoog. Hier wel. Let's go. Het beste is gewoon om te hipfire op de korte afstanden en het in te zoomen op de lange afstanden. De korte afstanden hoef ik niet echt in te zoomen, vind ik. Oké, ik gooi heel mooi mijn granaat aan de binnen. Hopelijk pakt hij een kill op. Oh, alleen hitmarker. Shit. We gaan ze backreepen, oké? Okay? Kom. We gaan gewoon even hierheen lopen. Dat is een teammate. We gaan gewoon eventjes naar dit kant van de map. Dan gaan we daar naar binnen. Even kijken of we vanaf hier de enemies kunnen pakken. Teammate loopt voorop. Teammate, I will help you. Kijk, ze allemaal hier zitten. Ze zitten allemaal hier. Oh my god. Hij heeft me. Oké, we stonden dus 5-0. We staan nu 5-1. Maar ze spannen gewoon weer in. We gaan ze dus proberen te pakken. Hier ging het dus ook net naar binnen. Hier zit ze allemaal. Hier, vang mijn granaat maar op. Weer een hitmarker. Kom maar. Zo, jij bent ook dood. Huh! Oh, hij had een thermal imploder. Wat je hebt natuurlijk als je in deze game zo'n ronddraaiend sterretje oppakt. Heb jij een special ability. Kijk, daar zo'n sterretje. Dat daar. Als je dat oppakt. Hoe leg je dat uit? Dan krijg je, laten we zeggen, of een turret. Een grenade launcher. Of dit. Wat krijgen we nu? Kijk, nu krijgen we dus een viper pot nog iets. En ik ben dood, want er zat iemand naast me. Oké. Okay. Als ik eerst plan, ga ik hem inzetten. En dat is een soort van ding. Die vliegt achter. Ja, kijk hier. Die blijft gewoon hier hangen. Zodra er enemies bij komen, killt hij ze. Als ik nu weer dood ga. Hier, ik heb jou gewoon nog opgepakt, vriend. Achter deze headclub blijven staan. Ik had 2 kills. Kijk, ik heb weer zo'n ding opgepakt. Ik heb nou een smart rocket. Oké. Okay. Nou, wat dit ding dus doet. Sloopt hij naar binnen. Je ziet enemies. En je knalt hem er gewoon op. En dan heb je een kill. Zo simpel is het. Dus, oh, maar natuurlijk. Heel veel mensen gebruiken die DH17. Ik weet niet of ik die ook aan kan zetten. Maar ik ben nog niet zo'n heel hoog rank. Dus ik moet gewoon even doorspelen. Bij rank... Wauw. EE3. Bij rank 13 krijg je in ieder geval een jetpack. Die heb ik natuurlijk wel nodig. Omdat dat gewoon jou helpt over enemies heen te springen, et cetera. Dus dat is wel handig om te hebben. Maar de enemies zijn een beetje aan het terugkomen. Dat wil ik niet. Vang mijn granaat maar op. Zo, hij gooit een paar granaten eruit, jongens. Had ik hem nou? Oh, hij is al dood. Door mijn teammate, maar ik had dan een critical hit assist. Dan krijg je gewoon alsnog de punten van een kill. Omdat jij hem het meest had geraakt. Oh, weer een hitmark met mijn granaat. Get the fuck out of here, mate. Zo.
Oké, ik ga dood, ja. Ik kan hem gewoon niet moeten challengen, ik had veel te weinig health, man. Ik had te weinig health om deze gunfight te kunnen winnen. Of eigenlijk blast fight, want het zijn niet echt kogels dat je schiet, maar het zijn gewoon laserstralen. Maar ik vind het echt een superleuk game. Het is eigenlijk gewoon Battlefield Hardline in een Star Wars hoesje. Ik denk dat je daar het best mee kan vergelijken. Want dingen zijn, zoals te ranken, et cetera, gaat hetzelfde als in Battlefield. Kom op. Kut barrier. Nee! Ik zat vast als dat kleine kutrotje daar. Shit, hé. Oh, ik ga nu alleen om mijn dood. Ik heb ook geen concentratie meer. Ik sta 10 om 7. Kut. Laat in ieder geval je blauw duimpje omhoog af natuurlijk. Helpt mij enorm. Even om op de zaken terug te komen. Ik vind het nou ook niet echt een van de leukste maps om te spelen. Simpelweg omdat het hier gewoon te erg is. Voor campers. Ga toch weg, man. Weer een hitmarker. Echt. Fuck de shit, tering. Oké, ik ga wel even eentje doorrennen. Ik heb geen idee waar de enemy zijn. Hier is de out of the map, zoals je ziet. Hier kan je dadelijk einde van de map. Oké, dat is een teammate. Ik schrok me al even dood. Kom op, jongens. Dat is een teammate. Kijk, dat is een jetpack. Ze hadden dus een jetpack, dus. Super chill natuurlijk. Maar kom op, jongens. Hey. Nee! Pak hem, let's go. Let's go. Holy shit, jongens. Dat was een dode. Dat niet! Holy shit, ik heb nog 20% health. Even hergenerate hier in het hoekje. Holy shit. Hoe hebben we dit overleefd? We hebben echt even een paar kills daar opgepakt. Teammate gaat hier dood. Ik heb hem, teammate. Ietsje laat, maar goed. Ik heb hem alsnog. Nog 8 kills en we hebben gewonnen, jongens. Victory, kom aan! Tief mijn granaat gewoon even daarheen. Dat als ze naar binnen komen. Oké, niemand. We zitten daar. Oh, ik heb een koude rilling. Kut. Kijk, dat als je opeens gewoon random zo'n koude rilling krijgt, jongens. Het is fucking hinderlijk. Oh, ik had hem ook nog bijna. Wauw. We hebben allemaal van die SMG's, laat maar zeggen. De close quarters guns. Maar ik vind dat we nog goed potje neer hebben gezet. 15 om 8. En nog 1 kill gemaakt worden. We hebben wel gewonnen. Dat was een teammate. En dan go, we hebben gewonnen. Let's go, boys. 15-8 is daarom ook ons eindscore. Mocht je nou genoten hebben van dit Star Wars Battlefront potje, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Help je mij enorm. Vergeet natuurlijk ook niet de video van 8 uur te checken nog vandaag. En dan bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer, mensen. Doei!